Een gevaarlijke rotonde in Malden zorgt voor veel roering onder inwoners. De rotonde op de kruising van de Rijksweg en de Droogse Straat wordt door veel fietsers gemeden. Vooral de overgang van de rotonde naar het tuincentrum is een doorn in het oog van de Maldenaren. Op dit punt loopt de weg omlaag en is daarmee een punt waar veel fietsers vallen. Ook is de rotonde onoverzichtelijk door een grote heg. De Maldenaren hopen dat er wat aan de rotonde gaat gebeuren voor een veiliger Malden.